Mobini. Welkom kijkers, het is maandagavond 9 uur, dus zoals u weet natuurlijk weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, ik heet u van harte welkom. Hoe wij hier ook samenkwamen is een uitdrukking die we vaker horen en vaker gebruiken. Maar als je goed naar deze uitdrukking kijkt, dan zien we twee woorden erin. We zien samen en kwamen. Samen geeft me aan dat we dus hier in dit mooi geliefd land samen met elkaar zijn verschillende bevolkingsgroepen. Kwamen geeft me aan dat bepaalde groepen naar hier zijn gekomen. Niet u en ik, misschien want wij zijn hier geboren, maar dat bepaalde groepen naar hier zijn gekomen. Hoe zijn ze gekomen? Ze zijn gekomen. En in welke hoedanigheid zijn ze gekomen? Dit alles en nog veel meer gaan we vanavond bespreken in deze aflevering van Opinie. Want in deze aflevering gaan we het hebben over 145 jaar Hindustaanse immigratie. Vanavond in Opinie. De gasten voor vanavond zijn Maurits Hassan Khan, historicus. Hassan Khan is van huis uit onderwijzer, heeft zich verdiept in geschiedenis van migraties en wel contractarbeid en de relatie tussen etnische groepen in een multi-etnische samenleving. Meneer Hassan Khan is minister geweest van Binnenlandse Zaken in de periode van 2005 tot 2010 en was ook parlementariër van 2000 tot 2005. Kijkers, Maurits Hassan Khan. Anil Kumar Manorat is voorzitter van de Culturele Unie Suriname KUS en ook voorzitter van de Nationale Commissie Herdenking 145 jaar Hindustaanse immigratie. In het dagelijks leven is hij naast culturele werker ook ambtenaar. Meneer Manorat houdt van zingen en is bijkans 20 jaar radiopresentator geweest. Momenteel is hij bezig met de bacheloropleiding bedrijfskunde. Kijkers, Anil Kumar Manorat. Welkom gasten, meneer Hassan Khan zie ik hier links van mij en de heer Anil Manorat. Spreek ik u nou goed? Ja, he? Oké. We vieren, ik zei daarnet in mijn inleiding, we vieren binnenkort 145 jaar Hindustaanse immigratie. Wat betekent zo'n dag, heren, voor ons als samenleving, maar voor in het bijzonder natuurlijk onze Hindustaanse broeders en zusters? Wat betekent eigenlijk, zo'n dag? Het vieren, dat doen we niet. We gaan hem herdenken. Want je viert iets als je echt blij bent eromheen, wat er allemaal eromheen is gebeurd. Want onze voorouders, die hebben ook leed geleden. Er zijn ook moorden geweest, er zijn ook dingen geweest die eigenlijk niet goed is geweest. Eigenlijk niet moest gebeuren. Mijn mening is dat wij herdenken 145 jaar Hindustaanse immigratie. Meneer Hassan Khan, meneer Anil zegt het mooi, we herdenken het. Wij herdenken en vieren. Zo, meneer Anil Manorat organiseert zoveel activiteiten die echt op vieren lijken. En we hebben ook iets te vieren naast het herdenken, terugkijken van hoe wij hier zijn gekomen, wat hebben we allemaal ondervonden en dat hebben we in de periode van contract, hebben onze voorouders enorm veel geleden. Dat is zeker het herdenken waard. Maar tegelijk herdenken en vieren wij het feit dat op een bepaald moment onze voorouders naar Suriname zijn gekomen en dat zij gecreëerd hebben een nieuwe community, een gemeenschap, namelijk de Hindustaanse gemeenschap in Suriname. En ik denk dat alle, zo niet de meeste Hindustanen in Suriname blij zijn dat hun voorouders onder welke omstandigheden dan ook naar Suriname zijn gekomen en hier een gemeenschap hebben gesticht, wat wij nu zijn.
En mensen die ooit naar India zijn geweest, ik heb nog niemand horen klagen van, ja, ik vind het jammer dat onze voorouders naar Suriname zijn gekomen. Iedereen die ik heb meegemaakt, zeggen, ik ben mijn grootouders, overgrootouders, dankbaar dat ze zijn gekomen. Dus dan is het ook vieren. Ja, herdenken en vieren. Ja. Denk dat beide op zijn plaats. Dus voor meneer Hassan Khan zegt meneer Hassan Khan, hij herdenkt. U herdenkt, maar ook vierde doen. Ja, herdenken. En meneer Aniel is een andere mening toegedaan. Dat zegt, ik hou het toch nog maar bij het herdenken dan. Nee, we zijn toch dankbaar dat onze voorouders hier zijn gebleven. Dat zeker. Want we hebben nu een wat beter bestaan. En als we bijvoorbeeld nog in India waren of ergens anders, dan wisten we niet wat er met ons zou gebeuren. Ja, ja. Dus de dankbaarheid is er wel. In die zin kunnen we zeggen, we vieren dat ze gebleven zijn hier. In die zin wel. Maar we herdenken dat zeker. Dat wat er allemaal toen de tijd gebeurd is, de 145 jaar industrie-migratie, dat herdenken we zeker op 5 juni. Ja, ja. Meneer Hassan Khan, ik denk dat dit meer een vraag voor u is, want u bent hier de historicus tussen ons. Hoe is het allemaal aan toegegaan toen de eerste immigranten naar Suriname kwamen? Laat me eerst aangeven, de immigratie van contractarbeiders is onlosmakelijk verbonden met de afschaffing van de slavernij. Want slavernij is in andere delen van het Caribisch gebied eerder afgeschaft. In de Nederlandse koloniën duurde het heel lang. En de plantage-eigenaars, de directeuren, wilden van de regering afdwingen eerst een zekerheid dat na de afschaffing van de slavernij voldoende arbeiders in Suriname beschikbaar zouden zijn. En ze hebben dan ook als voorwaarde gesteld van we willen meewerken aan die afschaffing van slavernij wanneer de regering ook die garanties biedt dat er arbeiders van buiten worden gehaald. Want in Suriname, men was bang dat de slaven na de afschaffing van de slavernij niet meer op de plantage zouden willen werken. Dus daarom is dus die link tussen afschaffing van slavernij en de immigratie van contractarbeiders enorm van belang. Zonder afschaffing van slavernij zouden ook geen immigranten uit Aziatische landen hebben. Ja. Uit India, uit China en uit Indonesië. En dus dat verband met die afschaffing van slavernij is er. Vandaar dat reeds kort na 1863 en zelfs voor 1863 arbeiders hier naartoe zijn gehaald. En toen we staatstoezicht hadden 10 jaar lang, dan zou die in 1873 eindigen. Allerlei pogingen om contractarbeiders te halen waren geen succes geweest. En de Nederlandse regering had een verdrag met India gesloten. Nee, niet met India, maar met Engeland gesloten. En toestemming gevraagd om arbeiders in India te mogen werven. Om ze als arbeiders naar Suriname te brengen. En het heeft een hartje geschild of het zou te laat zijn. En ze waren daarom enorm blij dat de eerste groep, eerste schip op 5 juni 1873 aankwam. Bijna een maand voor het einde van het staatstoezicht. Ja, dus zo is het dus dat ze hier zijn gekomen. Vanuit, als we bekijken vanuit de Surinaamse situatie. Ja, ja. Maar je moet ook bekijken vanuit de kant van die arbeiders zelf. Want in de loop van 1873 tot 1916 hebben we zo'n 34.000 immigranten uit India hier gehad. In totaal 64 schepen die met arbeiders zijn gekomen. Ook naar andere delen van de wereld zijn ze gegaan. Naar Trinidad, Guyana, Mauritius, noem maar op. En dan is de vraag van waarom zijn ze naar die verre landen gegaan. Terwijl ze daar niet zo geweldig goed behandeld werden. Want ze waren een soort slaven. Men vergelijkt hen met slaven. En ze hadden niet zo geweldig goed. Toch gingen ze. En dat was vanwege het feit dat er enorm veel armoede heerste. De leefomstandigheden in India waren heel erg slecht. Ja. En de mensen gaan
in de loop der tijden, waar ook ter wereld, gaan ze verhuizen, ze gaan migreren om ergens anders een beter bestaan te vinden. Ja, ja. Dus dat is in feite hoofdreden van om een beter bestaan in het buitenland op te bouwen. En als ik kijk naar de bevolkingsgroep Hindustanen, als ik kijk naar dat woord Hindustanen, waarom werden mensen Hindustaanse immigranten genoemd? Omdat dat woord Hindustanen, komt het van ergens? Komt het doordat ze dus vanuit een bepaald gebied kwamen? Laat me eerst aangeven, ze werden eerst Brits-Indiërs genoemd door de Nederlanders. Brits-Indiërs, omdat ze komen uit Brits-Indië. India was toen kolonie van Engeland. Vandaar Brits-Indiërs. Want Nederland had in dat gebied ook een andere kolonie, dat is Nederlands-Indië, Indonesië. Maar de mensen in India noemden zich geen Brits-Indiërs. India is een heel groot gebied in die tijd, groter dan Europa, met allerlei volkeren, elk met hun eigen taal en cultuur. En een van de gebieden in India, waar onze voorouders vandaan komen, dat gebied heette Hindustan. Hindustan? Ja, Hindustan. Zoals we hebben Pakistan? Pakistan is veel later, maar Hindustan, dat was het gebied waar ook Hindustani als taal werd gesproken. Dus van dat gebied zijn ze gekomen. En dat verhaal van Pakistan speelt veel later in 1947, toen de onafhankelijkheid van India zou komen. Toen wilden moslims, leiders van moslims, die wilden liever een apart eigen land hebben, omdat ze bang waren dat ze overheerst zouden worden door Hindus. Dus vandaar dat een scheiding is gekomen. In dat land, het land is verdeeld geworden, wat met heel veel ellende gepaard is gegaan. En onze voorouders komen uit het gebied van Noord-India. Tegenwoordig gaat het om de staten Uttar Pradesh en Bihar. UP en Bihar, vandaar komen ze. En die maken deel uit, oorspronkelijk van Hindustan. Maar tegenwoordig wordt de term Hindustan gebruikt voor India. Als heel India. Net zoals je hebt Nederland, maar we gebruiken ook de term Holland. Hollanders. Terwijl het gaat om Nederland. Want Holland is maar een provincie van Nederland. Maar die was de belangrijkste provincie. En zo was Hindustan dichtstbevolkte deel van India, waar echt honderden miljoenen mensen wonen. En alle immigranten die dus hier naar Suriname zijn gekomen, met dus Lalaroek, komen uit dat gebied. Ja, die van Lalaroek sowieso. En voor Suriname bijna allemaal. Er is maar in één schip, ik geloof iets van 100 mensen, uit Zuid-India, uit Madras gekomen. Wel via Calcutta, en die worden Madrasis genoemd. In andere koloniën, zoals in Brits-Guyana, in Trinidad en in Mauritius, heb je veel grotere groepen mensen uit Zuid-India. Hun taal was Tamil. Dus in Guyana heb je die mensen. En in de Franse gebieden, in Guadeloupe, Martinique enzovoort. Maar onze voorouders komen uit dat gebied waar Hindustani als taal werd gesproken. Vandaar dat zij, toen ze zich in Suriname hadden gevestigd, zeiden wij zijn Hindustani. In Nederlands. Hindustanen. En dat hebben ze, gevochten, omdat zij in die tijd allemaal coolies werden genoemd. En coolie is een bepaald beroep, ook in India, voor handwerkers die dagloon verdienen. Tegenwoordig heb je op stations enzovoorts. Dus nog een keer, dat woord coolie is een bepaald beroep in India. Is het nog steeds een beroep in India? Ja, nu. Maar in die tijd werd coolie gebruikt voor contractarbeid. Dus ook in Indonesië en in Zuidoost-Azië. Dus mensen die handwerk verrichten, die werden dan coolies genoemd. Maar niet al die mensen die hier kwamen waren coolies. Waren bijvoorbeeld Brahmaanse priesters of waren mensen uit hogere klassen enzovoort. Maar op het moment dat ze contract hadden gesloten, werden ze tot coolies gemaakt. En die mensen vonden dat niet goed.
Dus rond 1900 hebben ze geëist dat ze als Hindustanen moesten worden aangenomen. Wij zijn Hindustani. Ja, omdat en komen de taal die ze spraken is Hindustani. Ja, ja. Heel interessant om te horen. Het is altijd zo mooi om dit soort historische zaken te horen. En ik wil wel even bijzeggen, in Guyana en in Trinidad noemen ze zich niet Hindustani, maar Indo-Guyanese of Indo-Trinidadien, omdat je daar die grotere groep hebt van Zuid-India. Want ze zijn daar niet allemaal Hindustani, maar je hebt ook Tamils. Dus van andere gebieden uit, van India gebieden, zijn ze. Ja. Maar omdat in ons geval bijna allemaal uit dat gebied Hindustani kwamen. Wij zijn Hindustani, ja. Heel interessant, heel interessant. Ik kijk nog steeds naar deze aflevering van Opinie. Zoals u gewend van ons bent, gaan we altijd dus wat mensen op straat interviewen. Om ook hun mening te vragen hoe zij denken, vinden over dit desbetreffend onderwerp. 145 jaar Hindustaanse immigratie. Kijkt u even met me mee wat de mensen vinden van deze 145 jaar Hindustaanse immigratie. Nou, Hindustaanse immigratie, althans voor mij, betekent juist dat... Ik vind het goed dat op die dag de Hindustanen niet alleen andere volkeren, maar dan ook of andere geloven, dan ook de Hindustanen worden herdacht. Zodat je ook kan zien aan de jeugd van nu, ook kunnen zien dat er ook Hindustanen naar ons land zijn gekomen op die dag. Dat is van UNO, ik heb voor India contact. Dat is 145 jaar. Ja, we accepteren het. We gaan het samen vieren. Ik vind het een geweldig mijlpaal, omdat de Hindustanen voor ontwikkeling hebben gezorgd in ons land. Als je kijkt naar het overgrootste deel van de studenten, niet dat ik discriminerend overkom, maar de Hindustanen zetten zich echt in op school. Het is een bijzondere dag. We zijn van onze voorouders is uit India gekomen. En ik ben blij dat ik in Suriname ben geboren hoor. Want als ik de situatie daar zie, wil ik echt niet daar gaan wonen, eerlijk. Het is een grote dag voor de Hindustanen in het bijzonder. Omdat een speciale dag. Dus we herdenken dat onze voorouders van daaruit kwamen. Ja, een belangrijke dag voor Hindustanen en voor iedereen. Wij Surinamers, hoe zijn wij uit India voor ouders gekomen? Is ook een belangrijk dag voor iedereen, voor Surinamers ook. Al dus enkele reacties van de mensen op straat over dit onderwerp waarover we het vanavond hebben in Opinie. 145 jaar Hindustaanse immigratie. Als we kijken naar de tijdlijn vanaf het moment dat dus de Hindustanen naar hier kwamen. Wat kunnen we zeggen van de ontwikkeling van deze groep? Hoe hebben ze zich ontwikkeld vanaf toen tot nu? Ik kijk naar beide heren hoor. Laat me eerst beginnen. 145 jaar is lang. Dus je zou een heleboel tijd nodig moeten hebben om dat te kunnen doen. Ja. Maar ik denk dat je kan nemen vanaf het moment dat hun contractperiode is afgelopen. En ze besloten hebben om in Suriname te blijven. Want 2/3 deel ongeveer is in Suriname gebleven. En die vormen, de, althans hun nakomelingen, zijn de Hindustanen van nu. Ja. En ze behoorden tot de laagste trap van de ladder in de samenleving in die tijd. Serieus? Rond 1900. Ja, ze waren arm. Ze zijn uit de modder gekomen. Ze zijn heel arme mensen. En na hun contracttijd gingen ze hoofdzakelijk in de kleinlandbouw werken. En kleinlandbouw was hard werken. Ze moesten met eigen handen bossen openkappen om landbouw te gaan beoefenen. En het hout dat ze hadden gekapt, daarvan gingen ze houtskool maken om de mensen in de stad te voorzien van energie om te kunnen koken. En landbouwproducten leverden ze ook in de stad. Ja, maar ik wil even toch inkomen. Hoe kan het dan dat dus de Hindustanse groep helemaal aan de onderkant van de ladder, had je gezegd, van de samenleving was? Ja. Want het waren toen toch allemaal alleen maar contractarbeiders. Dus iedereen was toch arm, want iedereen kwam toch van
van ergens als contract of mis ik iets? Ja, op het moment dat ze in Suriname, we praten nu over Suriname, hè? Vanaf het moment dat ze in Suriname zijn gekomen. Ja. Want contractarbeid was een werk dat niet erg gewild was. Werk op de plantages. Ja, ja. Want de nakomelingen van slaven, de vrijverklaarden, die wilden niet op de plantages blijven. Ze wilden iets anders gaan doen. Dus het was werk waar men op neerkeek. Ja. Die vreemdelingen die komen. En wat nog erger was, is dat ze in het begin als concurrenten werden gezien door de vrijverklaarden. Want door de komst van de contractarbeiders op de plantages werden die lonen laag gehouden. Want dat was de bedoeling ook. Tegen lage lonen zoveel mogelijk winsten te maken. Dus ze werden in het begin ook als concurrenten, als vijanden gezien. En net zoals tegenwoordig ook immigranten, als ze ergens naartoe gaan, worden ze door de plaatselijke bevolking als concurrenten gezien. Ja, precies. Ja, in onze tijd zie je ook wanneer Chinezen een groot aantal komen. Ja, ja. En dan zeg ik ook aan onze mensen, van wij zijn ook immigranten ooit geweest. En we vinden het niet leuk, of vonden het niet leuk dat men ons als vreemdelingen en als concurrenten, als vijanden beschouwde. Ja, ja. Wij moeten, iedereen die hard wil werken, moeten we ze omarmen. Want zij willen ook een nieuw leven opbouwen. Dus in het korte zijn ze waren eerst bijna allemaal kleinlandbouwers. Geleidelijk aan zijn ze in de handel gegaan en in andere beroepen. Bijvoorbeeld transportsector zijn ze begonnen als Burtiwagi drivers in de stad. Dus karren, ossenkar. Yeah. Os en kar. Yeah. Of paard met een kar. Yeah. Dus heel veel van die mensen, je kunt in archieven vinden dat ze, zoveel mensen hebben vergunning gehad om karredrijver te worden. Dat was een beroep, karredrijver. En dan zijn ze ook kleermaker geworden. In de districten waar ze rijst verbouwden, had je een pelmolen-eigenaar. Die was ook de plaatselijke, geldschieter. Die werd dan geleidelijk aan rijk en men ging zijn geld investeren. Later gaat men in het onderwijs, dus onderwijs genieten, want in het begin wilden ze hun kinderen niet naar school sturen. Want wat moesten ze op school leren? Naar school gaan was voor hen niet nuttig om in de landbouw te kunnen werken. Ja, ja. Dus waarom ga je kinderen naar school sturen? Werd bijna steedverlies beschouwd. Precies. Ja, ja. En sommigen, je hebt verhalen van dat de mensen zeiden, wat ga je me betalen als ik mijn kinderen naar school ga sturen? Wat? Ja, dat vind je allemaal in de archieven. Maar geleidelijk aan heeft men gezien dat het van belang is om onderwijs te genieten, westers onderwijs, want dan kan je een beter beroep krijgen. Ja, ja, ja. Ja, onderwijzer, politieman, noem maar op. Ja, ja. En na de Tweede Wereldoorlog had je beroep als boekhouder, ambtenaren, doktoren, onderwijzer heb ik al genoemd, politieman. Dat waren allemaal beroepen die in aanzien waren. Met name van onderwijs. En dan wil men ook dat hun kinderen vooruit gaan. En de ouders hebben heel hard gewerkt om hun kinderen een beter leven te geven. Dat is enorm belangrijk. Dat is een eigenschap geweest van die Hindustanen in het verleden. Dat de ouders werkten in feite voor de vooruitgang van hun kinderen. Van wat wij hebben meegemaakt, dat moeten onze kinderen niet meemaken. Ja, wij zijn in armoede geboren, onze kinderen moeten het beter hebben. Zo hebben ze zich opgeofferd en geleidelijk aan zijn ze in de samenleving vooruitgegaan. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog kwam de kleine landbouw, waarin overgrote deel van de Hindustanen zaten, dat is in problemen gekomen, want er was geen afzet. En dan was het de moeite niet waard om in de landbouw te blijven. Dan ga ik liever timmerman worden, ik ga metselaar worden, of ik ga via het onderwijs maar iets anders doen dan landbouw, ja. En dan blijf je geen landbouwer of iemand die op koeien moet passen enzovoorts. Dus dan heeft men gezien dat onderwijs beter is. Via het onderwijs is men opgeklommen. En nu, anno 2018, ja, zou je
niet kunnen zeggen dat het grootste deel van de Hindustanen in de landbouw zitten. Ja, ja. Het grootste deel zit buiten de landbouw. Als neem kijk maar naar meneer Anil. Meneer, hoe hebt u dat ervaren? U bent, ja, die is geen landbouwer, denk ik. Nee, zeker niet. Als jij ik denk mijn voorouders misschien wel. Ja. En mijn ouders ook hebben landbouw gedaan. Maar als we kijken nu wat meneer Hassan Khan zegt aan nu, anno 2018. Dan zien we dat ook de Hindustanen een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van onze samenleving. De Hindustanen zie je op hogere posities. Je ziet ze overal in het land bewegen. En we werken zeker eraan om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. Maar ik ben cultuurmens. En ik denk altijd aan alle cultuurgroepen. Ik denk niet alleen aan mezelf, aan de Hindustanen alleen. En daarom onze internationale kenmerk, SME, is samen met elkaar. Ja. Suriname toch? Dat is de afkorting. Ja. SME, samen met elkaar moeten we werken aan ons land. En om op hogere hoogtes te brengen. We hebben elkaar en iedereen nodig. Dat is heel interessant. U zegt, je bent een culturele man. Wat zijn de beweegredenen geweest om zo'n... Een culturele Unie Suriname op te richten? Ja, ik ben eigenlijk heb ik het overgenomen van de vorige voorzitters, culturele Unie Suriname. En die bestaat al zeker meer dan 40 jaar, bestaat de culturele Unie al. Het was eerst meneer Ramnewas, toen was het slapend geworden. Daarna meneer Aziz Gayadin, daarna nu de vicepresident Ashwinadin. En nu ben ik de voorzitter, 5 jaar al. En wij proberen de visie van de culturele Unie Suriname, laat ik het zo zeggen. Wij streven naar natievorming. Wij streven eraan dat wij gezamenlijk en samen met elkaar, wat ik net zei, aan de ontwikkeling van ons land. We kunnen samen, moeten wij dat doen. Natievorming, we zijn nog niet zo ver. Dat we zeggen, hé, we zijn één natie geworden. Dat gaat nog heel lang duren. Ja, ja. Omdat het verdeeldheid nog zeker te vinden is in de gemeenschap. Maar we moeten werken als elk mens, als elk individu, om eraan te werken dat wij alle neuzen naar één richting doen. En helpen aan de ontwikkeling van ons land. En als cultuurwerker probeer ik zeker mijn cultuurwerk te doen. Omdat ik vanuit ga dat het cultuur dat is dat ons identiteit geeft. En dat moeten we zeker bewaren. Cultuur moeten we bewaren, want dat gaat ons het identiteit geven. Vandaag over 20 jaar heb je verschillende cultuurbevolkingsgroepen. De mix gaat zo snel, dat weet je ook. Ja. Maar het cultuur gaat ons dat de identiteit geven van welke cultuurgroep zijn wij. En ik vind het belangrijk dat we als cultuurmens onze cultuur moeten behouden. Is er enige samenwerking met de diaspora in Nederland? Hebben jullie ook een samenwerking? Nee, niet echt zo'n samenwerking hoor. Niet echt. Oké, dus het misschien meneer Hassan Khan wel, maar de culturele Unie Suriname niet zozeer. Oké. Meneer Hassan Khan, om even terug te komen naar het gedeelte historie. Want ik vond het heel interessant om weer even te blijven van dus de Hindustan van kleinlandbouwer tot naar dus de ontwikkeling vandaag aan de dag. Tegen de tijd dat dus de Hindustanen kleinlandbouw deden, welke andere beroepen oefenden de andere bevolkingsgroepen uit dan? Daar ben ik even benieuwd naar. Ja. Want u zegt, zij waren voornamelijk kleinlandbouw. En dan, weet je, dus wat deden dan de andere groepen ondertussen in Suriname? Laat maar beginnen met de andere groep die ook in de landbouw zat. En dat is Javanen. Die zijn ook als contractarbeiders gekomen. Ja. Na de Hindustanen. En zij zijn ook heel lang in de kleinlandbouw gebleven. Okay. De Chinezen die als immigranten zijn gekomen, die zijn al heel gauw, direct na de afloop van hun contract, zijn ze in de handel gegaan. En daarover klaagden de planters in het verleden, omdat zij die mensen hier hadden gehaald met de bedoeling om ze in de landbouw te houden. Maar Chinezen zijn direct eruit gegaan. Hetzelfde is het geval met andere groep immigranten die we zijn vergeten en die we dit jaar wel gaan herdenken. En dat is de Portugezen. Die zijn in 1853, hetzelfde jaar als de Chinezen, zijn ze ook gekomen als contractarbeiders. En die gingen ook al heel gauw buiten de landbouw werken als ondernemers, winkeliers en noem maar op. Ja. En dan heb je een grote groep, de nakomelingen van de slaven. Wat is er met hen gebeurd? Ja, welke beroepen deden ze? Die zijn gedurende enige tijd wel gedwongen geweest op de plantages te blijven. Na de afschaffing van de slaven? Na 10 jaar lang. Okay. Daarna is toch ook een deel nog op de plantages gebleven, want niet iedereen kon buiten de plantages zijn brood verdienen. Ja, een deel is ook in de kleinlandbouw gegaan.
Anderen hebben zich in de stad gevestigd en allerlei andere beroepen uitgeoefend. Van ambachten, metselaar, timmerman, houtsmid en noem maar op. En uit hun groep is de geleidelijk aan de middenklasse ontstaan. Die zich hebben ontwikkeld, die onderwijs hadden genoten. Maar onder hen had je ook minder ontwikkelde mensen, handarbeiders, die er waren, die later in de bosbedrijven zijn gaan werken. Yeah. Palata, yeah. En hout van de Hindustanen. En Javanen mochten daar niet gaan werken. Ze moesten op de plantages blijven. Sommige mensen denken dat ze niet wilden gaan. Ze zouden wel willen, want daar werd er meer betaald, maar ze mochten niet. Yeah. De Indiase regering wilde niet dat de mensen in de bossen zouden gaan werken, omdat de gezondheidstoestand volgens hen daar slechter was. Ja, dus die andere bevolkingsgroepen, en met name de nakomelingen van slaven, die hier bekend staan als Creolen, die hebben zich geleidelijk aan opgewerkt, waren ook in de middenklasse. En na 1945, toen politieke partijen werden opgericht en ook zelfbestuur werd gegeven, we mochten eigen regering vormen, ja. Dan waren met name de Creolen die de leiding hadden. In de politiek gedurende lange tijd. Ja, ja. En vanaf die tijd kregen de mensen ook algemeen kiesrecht. Ze mogen ook gaan stemmen. Gaan dan ook Hindustanen, Javanen, Chinezen allemaal ook aan verkiezingen deelnemen. En door die politiek hebben ze zich ook opgewerkt. Ja, ja. Ja, de leiders hebben ervoor gezorgd dat ook met hun belangen rekening werd gehouden. Meneer Anil, als culturele man, u zegt, we zijn nog niet zo ver om één natie te zijn, hè? Alle verschillende bevolkingsgroepen. Waaraan denkt u dat het ligt? Of één, hoe ver zijn we? Gevoelsmatig hoor, voor u. Hoe ver zijn we in het proces naar één natie worden? En als we nog niet daar zo zijn, waaraan denkt u dat het kan liggen? Of waaraan denkt u dat de bevolkingsgroepen nog rekening mee moeten houden om dat proces te bevorderen naar natievorming? Kijk, het ligt een beetje ver weg, omdat kijk, als je nu naar de nieuwe generatie gaat kijken, dan zie je dat het daar iets meer gaat. Ze gaan meer samen. Maar de oude generatie die is nog even ergens blijven hangen. Een beetje apart. Ja, ja, ja. Dus dat elkaar accepteren, dat is eigenlijk een van de redenen ook eigenlijk nu, denk ik, dat het niet loopt naar de richting van natievorming. Maar de nieuwe generatie, daar begint het al een beetje te krijgen. Maar wij moeten de duw geven, wij moeten ze stimuleren en moeten ze duidelijk maken dat we één natie zijn. En daar kunnen wij dan verder gaan werken, dat wij dan een natievorming kunnen creëren en als één natie verder kunnen gaan. Ja, ja. Dus je neemt het woord acceptatie in de mond. Acceptatie, ja. Oké, maar vandaag aan de dag vind je wel dat het veel beter op gang komt, de acceptatie? Ja, zeker. Bij de verschillende bevolkingsgroepen? Ja, kijk, Culturele Unie Suriname. Wij doen een podiumprogramma met verschillende cultuurgroepen. Hmm. En ze zijn altijd bereid om te komen, begrijp je? Ja, zeggen nee, we gaan niet. Dat ze zeggen, ik ga niet voor de Hindustanen optreden of zo. Ze zijn altijd bereid, ze willen komen en ze willen meedoen. En dat geeft een goed gevoel van, we kunnen iets samen gaan creëren. En samen zijn we altijd sterker. Ja, als we die vijf vingers naar één brengen, dan is het wat krachtiger toch? Ja, precies. Mag u daar gaan wel wat zeggen? Ja. Dus dat van natievorming, zijn we wel of niet een natie? Wie behoort tot de Surinaamse natie? Dan denk ik dat een ieder die zijn lot verbonden acht aan Suriname, dat die behoort tot de Surinaamse natie. En we hebben een situatie waarin we heel veel etnische groepen hebben, culturele groepen, die we dan gemakshalve aanduiden als etnoculturele groepen. Mm-hmm. We hebben die verschillen. Maar tegelijk zijn die verschillen onze rijkdom. En terecht zegt onze president, dit is een rijkdom van Suriname die wij moeten verkopen aan de wereld. Die culturele diversiteit die we hebben. Aan de ene kant zijn er verschillen. Dat mensen elkaar niet volledig accepteren. Dat is een feit. Ja, daar moeten we niet heen gaan. Maar tegelijk, de verdraagzaamheid, de mate waarin wij wel met elkaar kunnen leven, zijn wij een voorbeeld voor de hele wereld. Dat durf ik te zeggen. En ik denk dat we daar
trots op moeten zijn. Mm. En dat beseffen wij niet in voldoende mate. Pas wanneer iemand vanuit Suriname naar het buitenland is geweest, in Guyana of Trinidad, dan ga je zien dat wij in een paradijs leven. Ja, ja, ja. Maar dat betekent niet dat we het eindpunt al hebben bereikt. Want doordat we die verschillende groepen hebben, zijn er vooroordelen. En dat noemen we etnocentrisme. Ja, ja. Waarin je meer positief over jezelf, over je eigen groep denkt. En negatieve dingen over de anderen. En door contact met elkaar, ga je elkaar ook beter leren kennen. Ben ik wel eens met hem. Ja, ja. Maar aan de andere kant, dat contact met elkaar kan soms leiden dat juist tegenstellingen groter worden. Want wanneer je elkaar als concurrenten gaat zien, al ben je ontwikkeld. Ik heb net onderzoek, zijn we aan het afronden met 4 mastergeschiedenisstudenten over dit speciale onderwerp van etnocentrisme in Suriname. En uit dat onderzoek kan ik de voorlopige conclusie trekken dat juist ontwikkelde mensen elkaar misschien minder goed behandelen dan de minder ontwikkelde. Ook dat heb je. Dat wordt spannend. Ja, maar goed, wij gaan even weer naar de volgende straatinterviews. We hebben nog meer mensen geïnterviewd omtrent dit onderwerp. 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Laten we kijken wat deze mensen van dit onderwerp van ons vanavond vinden. Oh, ze hebben heel lekker eten gebracht naar Suriname. Roti, lori. Wie houdt niet van roti? Iedereen. Hun klederdracht. Tegenwoordig trekken niet alleen hun staan hun klederdrag aan, maar overal. Je kan bijvoorbeeld 1 juli een kriool zien met een sari. Ja. Staan hebben veel gedaan. Heel veel, van alles. Ja, bouwen, planten, van alles. Ja, ze hebben Suriname vooruit. Hun bijdrage is heel groot. En dat ze heel hard hier hebben gewerkt, zodat Suriname die ontwikkeld is. Vooral als het gaat over landbouw. Ja, je hebt de meeste Surinamers eigenlijk, die planten zijn Hindoestanen. Hard gewerkt, vooral in het landbouwgebied, agrarisch. Als je goed kijkt, alle plaatsen, dat. Ja, als ik het bekijk wat betreft hun cultuur, ja, heb ik toch aardig wat van ze geleerd, vanuit hun cultuur geleerd. Hun eetgewoonten, hun leefstijl, hun culturele klederdrachten. Heb ik toch wel, het heeft toch een mooie stempel gelegd op de Surinaamse samenleving. Uno ouders, met grandpa. Ik moet op voor India toch? Ik was slaaf. Kom op wijnen, no? Maar ouders waren kom op wijnen van. Ik ben van kom op wijnen van ouders. Bijdragen die ze hebben geleverd. Er zijn zoveel om op te noemen. Qua scholing kan je kijken, ik discrimineer niet, maar als je goed kijkt, dan zie je dat er iets meer Hindoestanen zijn die, en ook in de landbouw, die zich daarin hebben verdiept. Alle volken ontwikkelen nu, en ook in Hindoestani. De combinatie, alle volken nu de één. Voor ze en ook ben de zo. Maar nu alle volken hier ook. Je hebt weer wat interviews kunnen horen, wat opmerkingen, wat meningen kunnen horen van de mensen op straat. Hoe zij denken over deze 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Dan kijk ik weer even naar mijn gasten. 145 jaar, zoals meneer Hassan Kan het heeft gezegd. Ik kijk een beetje meer naar de heer Anil. Is niet kort. Dus nu wordt er een evenement rondom gebouwd. Ja. Hoe bereidt de commissie zich voor? Dus we zijn al zeker 7 tot 8 maanden eerder begonnen. En ik ben voorzitter van de Culturele Unie Suriname. Zo hebben we alle organisaties, culturele organisaties in Suriname, uitgenodigd. En we zijn gaan brainstormen van wat kunnen we doen. En uit alle organisaties hebben we 7 mensen gekozen. En hebben we de Nationale Commissie Herdenking 145 jaar Immigratie in leven geblazen. En van daaruit proberen wij een coördinerende rol en een aanspreekpunt te zijn voor de regering. Maar in ieder geval zijn alle organisaties bezig in hun
wijken, in hun districten en overal waar ze eigenlijk organiseren hun eigen activiteiten te plannen. Zo is het afgelopen vrijdag in Endolinesti Sporthal 145 personen, mensen die cultuurwerk doen. SEWA-werkers noemen we dat, cultuurwerkers, hebben we gedecoreerd. We hebben ze een oorkonde gegeven voor hun bijdrage aan, aan de cultuur, aan de cultuurbehoud van de Hindustanen. En zo hebben we straks morgen, dat is 5 juni, beginnen we op onafhankelijksplein met een van de grootste activiteiten rondom de immigratieviering. We beginnen al, als ik het kort even mag vertellen aan u, dat we een van de grootste optochten, praalwagenoptochten aan het organiseren zijn. En om 3 uur gaan we vertrekken vanuit Lalaroek richting onafhankelijkheidsplein. We hebben al 70 praalwagens die worden versierd aan thema's. Je hebt ze komen aan veel deel. Ze hebben een schaap erop, een geit erop. Dan heb je landbouw en hebben ze het versierd met landbouwdingen erop. En zo heb je de keuken en je hebt ook een praalwagen met Gandhi erop. Dus zo zijn ze bezig dat allemaal te organiseren. Je hebt muziekformaties en we proberen dat een leuke dag van te maken. Maar dag ervoor, dus morgenochtend om 10 uur, hebben we een ereronde. Dan gaan we naar Mama Saranang, we gaan naar Baba Mai en dan gaan we dan de bloemenhulde doen. En op het onafhankelijkheidsplein hebben we een dorp gebouwd. En dat is een soort... Een dorp? Een dorp, een gaon noem je dat. En dat proberen we een beetje 100 jaar terug te brengen. We hebben uit Nikeri hebben we rijstveld, rijst die aan het bloeien is, hebben we gebracht. En die hebben we in een bak gemaakt met bomen, Maya-bomen en al die dingen eromheen. We hebben vroeger hoe de huizen eruit zagen, hebben we ook proberen uit te beelden. En ook die chulha, waarop we keuken, koken, de keuken waarop we eigenlijk koken met hout. En dan gaan we morgenochtend om 10 uur de opening doen van het dorp, waarbij we ook die lekkere bara en die gulgula zullen bakken. En we hebben 10 tot 12 een hele botenshow, een botenparade op het onafhankelijkheidsplein. En om 6 uur gaan we beginnen met onze podiumprogramma, waarbij toespraken zullen zijn. En we verwachten ook de president die een toespraak gaat komen houden op het onafhankelijkheidsplein met een multiculturele podiumprogramma. We hebben ook een beurs waarbij ook informatiestands zijn. Die gaat vanaf 4 uur morgen op het plein open. Zo gaan we bezig zijn. Heel veel activiteiten morgen rondom het onafhankelijkheidsplein. Dus ik nodig u uit om zeker even langs te komen. Hele mond vol, zou ik zeggen, activiteiten. Maar zoals meneer Hassan Khan zei, het is herdenking, maar dan dus dan toch ook een viering. Dus ik heb het alleen gehad over 5 juni, maar in Lalaroek gebouw, zijn hele weekend zijn we al bezig. In Nis zijn we ook al heel weekend al bezig. In Nikeri ook, morgen 5 juni, hebben ze een loop. Ze gaan alle monumenten in de stad gaan ze eren lopen. Overal. Niet alleen de Hindoestaanse monumenten, maar ook van de Javanen. En iedereen die daar een monument heeft, allemaal gaan ze een bloemenhulde doen. Dus er zijn, over het hele land zijn we bezig met activiteiten. Ja, geweldig. Geweldig. Meneer Hassan Khan, en dan wil ik even toch weer terug naar u als historicus. Even terug naar dat interessante geschiedenisstukje. 5 juni, even piepen, 5 juni 1873 is dat exact. Hè? Dat dus de eerste Hindustanen hier komen. Was dat echt het eerste moment dat de Hindustanen hier waren? Nee. Of was het daarvoor dat er ook al Hindustanen Suriname waren? Ja, 5 juni wordt door de Hindustanen beschouwd als het begin van hun samenleving. Maar voor 5 juni 1873 zijn er al Hindustanse migranten, Lamandes zeggen Brits Indische migranten, naar Suriname gekomen uit Brits West-Indië, zoals het heet. En dat is uit Guyana, uit Barbados. En een paar van de eilanden in het Caribisch gebied waar de Engelsen Brits-Indische immigranten naartoe hadden gebracht. Zij hadden hun contract daar al uitgediend. En vanuit Suriname werden er arbeiders geworven op de eilanden om hier in Suriname als contractarbeiders te werken. En onder die arbeiders die op de eilanden zijn geworven, had je niet alleen maar Kreolen, maar ook Hindustanen en ook Chinezen die zijn gekomen. En toevallig weet ik uit de database die wij in de tijd hebben gemaakt over de Hindustaanse migranten, dat in mei 1868, voor zover ik heb kunnen nagaan, in mei 1868... de eerste Hindustanen in Suriname zou zijn gekomen uit Guyana,
of uit Barbados. Ja, ja. En in die periode zo'n ongeveer 126 of 127. En die zijn hier in die samenleving totaal opgegaan. Maar waarom beginnen we dan te tellen van 5 juni 1873 uit? De telling van 5 juni uit dan? Ja, omdat vanaf 5 juni 1873 op grote schaal die immigratie is begonnen. En dat het schip uit India, op basis van die overeenkomst die Nederland had gesloten met de Engelsen, dat toen een geregelde toevoer van immigranten is begonnen uit India. Dus vandaar dat veel mensen ook zeggen, de immigratieperiode in de Surinaams geschiedenis is vanaf 1873. Tot 1940. Hoewel de eerste immigranten al in 1853 zijn gekomen. Maar het gaat erom dat in onze verbeelding de immigratie echt op grote schaal vanaf 1873 is begonnen. En ik wil wel, als u me gelegenheid geeft, wil ik nog iets aanhalen in het kader van de herdenking en activiteiten. Ja. En Aniel is misschien vergeten om te zeggen dat ze volgens mij 2 maanden lang activiteiten ontplooien van mei, juni enzovoort. En een van de activiteiten in het kader van de herdenking van Hindoestaanse immigratie, maar tegelijk ook de herdenking van 155 jaar afschaffing van slavernij en van 165 jaar komst van immigranten uit van China en van Portugezen, dus die 4 zaken, gaan we herdenken middels een grote internationale conferentie die van 18 tot 22 juni wordt gehouden in Suriname. Van 18 tot 22 juni in Suriname. Dat is een initiatief van de universiteit waar ik werkzaam ben. En we gebruiken altijd zo'n lustrumviering om een internationale conferentie te houden, waarbij we deskundigen uit de hele wereld hier naartoe halen, die samen met Surinamers over allerlei onderwerpen gaan praten. En die conferentie hebben we genoemd de erfenis van slavernij en contractarbeid. Legacy of slavery and indentured labor. Er is in het kader van 145 jaar Hindoestaanse immigratie ook een decoratie geweest. Ik breng u even naar een fragment van deze decoratie. Kijkt u even met me mee. Je hebt dus mogen genieten van een fragment over de decoratie dat heeft plaatsgevonden in het kader van deze 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Gasten, meneer Hassan Khan, meneer Aniel, jammer dat we zo weinig tijd hebben, want het wordt juist interessanter en spannender, vooral het geschiedenisgedeelte van de mensen. Ik heb er heel veel van overgehouden, bijvoorbeeld dat dus ze kwamen uit het gebied Hindoestan en daarom dus de naam dragen Hindoestanen. Maar we moeten afsluiten, meneer Hassan Khan, jammer genoeg. Misschien een andere keer in een hele andere setting, denk ik, kunnen we ietsje dieper op ingaan. Ja. Heer Aniel ook. Ja, zeker. Tot slot zouden jullie heren misschien wat willen meegeven aan onze kijkers. We zijn meer over de geschiedenis gaan praten, maar dat is zeer belangrijk. Dat is het begin van u. Hoe wij hier samenkwamen. Ja. Hoe wij kwamen, dat is geschiedenis. Ja, ja. Dus het is belangrijk dat we aan de gemeenschap, aan de kijkers, een beetje geschiedenis hebben kunnen vertellen. Ja. En ook degenen die niet wisten, daarover weten. Maar in ieder geval, ik dank u voor de uitnodiging. Dat ik hier even mag komen om
toch wat aan u allen te vertellen. En ik zou als laatst gewoon zeggen aan u, Aparawasi Diwas Badhaiho. En wat betekent dat voor de mensen die... Aparawasi Diwas, dat is de immigratiedag. Ik feliciteer u met de dag. Oh, geweldig. Maria Sakan, ik denk dat ik deze gelegenheid moet gebruiken om erop te wijzen dat herdenkingen zoals immigratiedag, emancipatiedag, door verschillende groepen worden gebruikt om hun eigen identiteit verder te beleven, te versterken. Maar dat tegelijk dat ook een verbondenheid met het land aangeeft. Ik wil heel sterk benadrukken dat bij deze gelegenheid vaak liederen worden gemaakt door zangers, door kunstenaars, van dat wij Surinamers zijn, dat dit is ons vaderland, hier zijn we geboren, dit is onze toekomst. Dat beseffen veel mensen niet in voldoende mate. Dat al in een heel vroeg stadium de mensen al hebben geleerd van waar ik geboren ben, dat is mijn vaderland. En dan hopen we ook hier te sterven. Het is onze plicht om samen met elkaar, want we zeggen hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Met z'n allen, niet alleen de Hindustanen. En dat het onze plicht is gezamenlijk te werken aan de toekomst van dit mooie land dat wij misschien niet genoeg waarderen. Dank u. Meneer Hassan Khan, dank u wel. Heer Anil, heel hartelijk dank ook voor jullie tijd hier bij ons in Opinie. Nogmaals, mijn hartgrondelijke dank. Dit was weer een aflevering van Opinie. Ik hoop dat u weer wat hebt mogen hebben eraan. En rest mij alleen maar nog af te sluiten met prachtige zin, prachtige uitspraak, prachtige uitdrukking hoe wij hier ook samen kwamen. Aan zijn grond zijn wij verpand. Vergeet u niet onze herhaling te checken op de woensdag en de vrijdag telkens om 9 uur. Mocht u die ook hebben gemist, gaat u rustig snel naar YouTube en op de channel van het Nationaal Informatie Instituut. Dan bekijkt u dan deze aflevering van Opinie. Fijne kijkavond verder. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.